Vanavond dus over het onderwerp waarom kunnen wij spreken. Niet zozeer mijn grapje van waarom het eigenlijk wel handig is om te kunnen spreken. Maar waarom dat wij überhaupt kunnen spreken. En daar hebben wij een van de grootste experts op het gebied, Bart de Boer. Hij is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Brussel. Heeft toen een aantal jaren hier in Groningen gezeten bij kunstmatige intelligentie, waar hij onze collega was. Is vervolgens naar Amsterdam gegaan, waar een aantal jaren aan de UvA heeft gewerkt. En hij werkt nu weer op zijn alma mater, heet dat denk ik, in Brussel, Vrije Universiteit Brussel. Waar hij hoogleraar is bij de kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie. Zo breed is dat je daar voor alles onder kunt vatten. Dus ook onze onderwerpen en zeker ook het zijne. Ik neem aan dat jullie wel een klein beetje gekeken hebben naar deze aankondiging. Heeft iemand enig idee waarom dat Tarzan en Jane hier juist opstaan? Omdat het? Jodelen is. Oké, dat is niet onaardig, ja? Joden komt uit Afrika, ja. Speciaal uitgevonden door Tarzan. Ja. Meer ideeën? Hij communiceerde met apen, ja, absoluut. Meer? Of zei u er nog iets achteraan? Nou, een beetje indruk op haar te maken. Ja, dat zal helpen, ja. Nou, ik maak een indruk, ja. Meer? Ja? Ze moesten leren elkaar te verstaan, ja, inderdaad. Maar ook, en dat vond ik wel een hele goeie, die had ik niet zelf verzonnen, en die kwam rechtstreeks uit de koker van Studium Generale. Hij vertegenwoordigt als een tussenstadium tussen mens en dier. Hij is opgegroeid tussen de dieren, tussen de apen. Kwam op een gegeven moment met Jane in contact, heeft daar taal geleerd. En vormt dus een mooie overgang tussen die twee. Dus eigenlijk vind ik het een verschrikkelijk goed gekozen beeld, maar ik moest er zelf echt even over nadenken. Dit is natuurlijk een mythe, speciaal verzonnen trouwens om ervoor te zorgen dat zelfs in Afrika iedereen denkt dat de echte beschaving alleen maar bij blanken vandaan komt. Dat geloven wij misschien zelf ook wel. Vanavond krijgen we het echte verhaal over hoe wij hebben leren, tenminste het beste verhaal tot nu toe. Over hoe wij hebben leren spreken en waarom wij dat überhaupt kunnen. Bart, mag ik jou het woord geven? Als iedereen mij kan verstaan. Dankjewel Keert voor deze multimediale inleiding. De woorden ontbreken mij om mijn danken daarvoor uit te drukken. Ik wil ook graag de organisatoren natuurlijk bedanken om mij hier uit te nodigen, om jullie vanavond te kunnen vertellen over wat uiteindelijk vooral mijn eigen werk is natuurlijk. En ook uiteraard het werk van een hoop andere onderzoekers. Te meer ook natuurlijk omdat ik met veel plezier drie, vier jaar lang zelf in Groningen gewerkt heb. Bij kunstmatige intelligentie en altijd met plezier terugkeer in de stad Groningen. Ik wil één ding zeggen over mijn slides, de dingen die ik hier achter mij projecteer, die zijn in het Engels. Dus het praatje is gewoon in het Nederlands, maar als er nou mensen in de zaal zitten die het Nederlands niet 100% machtig zijn, dacht ik van nou, dan is het sympathiek dat het in het Engels is. De mensen die het Engels niet machtig zijn, die kunnen gewoon naar mij luisteren, want ik ga niks vertellen wat niet op de slide staat en andersom, hoop ik. Ik ga waarschijnlijk meer vertellen dan op de slide staat. Nee, dat is natuurlijk de bedoeling. Waar ga ik het vandaag over? Wil ik het over hebben? Niet zozeer over waarom wij spreken. Daar wil ik graag vragen over beantwoorden. Maar dat is niet uiteindelijk mijn eigen werk. Ik hou mij meer bezig met twee andere vragen die daar natuurlijk verband mee hebben en die helpen ook om die vraag van dat waarom uiteindelijk, want uiteindelijk is dat natuurlijk wel een hele spannende vraag, om die vraag op te lossen, wil ik eerst proberen een antwoord te vinden
En te presenteren vanavond wat ik daar tot nu toe over gevonden heb en andere collega's met mij. Wat is er geëvolueerd voor spraak en wanneer is dit ongeveer gebeurd? En ik wil meteen een mogelijke spraakverwarring de kop indrukken. Ik ga het vanavond hebben over spraak. En daarmee bedoel ik iets anders dan taal. Jullie zullen mij ongetwijfeld vanavond een paar keer betrappen dat ik per ongeluk toch het woord taal gebruik. Dan bedoel ik spraak, maar dat flapt er gewoon soms af en toe uit. Moeten jullie mij niet kwalijk nemen. Wat ik bedoel met spraak, dat zijn de complexe vocalisaties, de complexe geluiden die wij produceren om taal mee over te dragen. Dus ik ga het vanavond ook niet hebben over gebarentaal, hoe interessant dat op zich en rijk dat op zich ook is. En ongetwijfeld heeft gebarentaal ook een rol gespeeld in de evolutie van taal. Daar wil ik graag vragen over beantwoorden, maar daar gaat mijn praatje vanavond niet echt over. Ik wil ook meteen zeggen dat ondanks het feit dat we dus bij spraak, moderne spraak, denken we altijd aan taal. Spraak wordt gebruikt voor taal. Maar we gebruiken natuurlijk als moderne mensen ook geluiden om niet-talige dingen mee te communiceren. Dus je kunt kreten van pijn en van plezier. Maar je kunt ook dingen doen als, als je het ergens niet mee eens bent. Dat is niet echt taal. En toch gebruiken we daar, dragen we daar betekenis mee over. Vroeger, eerder in de evolutie, daarvan weten we eigenlijk niet 100% zeker waar die complexe vocalisaties, die complexe geluiden nou voor gebruikt werden. Was dat het soort communicatieve, symbolische taal zoals we dat nu tegenwoordig gebruiken? Of was dat misschien iets anders, meer emotioneel, bijvoorbeeld zingen, om emoties mee over te brengen? Dat weet ik niet, daar heb ik ook niet echt een antwoord op, maar mijn idee is wel dat als je op een gegeven moment vast kan stellen dat mensen in staat waren, zeg maar 500.000 jaar geleden, om complexe geluiden voort te brengen, dat die geluiden voor communicatie gebruikt werden. Dus daarmee ga ik eigenlijk in tegen iets wat ik begrepen heb dat Rick Smits jullie de vorige keer verteld heeft, dat taal eigenlijk niet bedoeld is voor communicatie. Dat, voor mij is dat onzin. Ik zal het niet subtiel proberen te zeggen. Het hoeft niet dit soort symbolische, abstracte communicatie te zijn geweest wat we nu veel met taal doen. Het kan veel emotioneler geweest zijn, maar communicatie was het zeker. Natuurlijk, hoe die communicatie ook in elkaar zat, je kunt dat niet doen, zelfs niet op het meest basale niveau, zonder complexe cognitie, zoals we dat noemen, complex kunnen nadenken. En uiteindelijk zelfs de apen, gorilla's, chimpansees, orangutans, die kunnen al best slimme dingen met hun hersens doen. Dus ik ga het vanavond over spraak hebben. Maar dat is een probleem. Ik wil proberen vast te stellen waarom het, wanneer het is ontstaan en hoe het is ontstaan en wat daar precies in ons zit dat ons spraak heeft. Maar er is een methodologisch probleem, zoals we dat in de wetenschap noemen. Namelijk, als je iets over de historie, de diepe historie van taal en spraak wil zeggen, taal en spraak fossiliseren niet. Dus waar baseer je je op? Dus ik heb je hier op deze slide staan twee voorbeelden van dingen die we eventueel in het als bewijs zouden kunnen gebruiken. Dus we hebben hier in deze kolom staan tekens die ongeveer 8.500 jaar geleden in China op schildpadschilden gekrast zijn. En die de voorlopers zijn van het Chinese schrift. We kunnen ze niet direct ontcijferen, maar het lijkt er wel, kijk, dit kan eigenlijk niet gemaakt zijn door mensen die geen taal hadden. Dus we zouden kunnen zeggen, 8.500 jaar geleden, nou ja, als je zoiets vindt, moeten mensen wel taal gehad hebben. Deze dingetjes hier,
die in werkelijkheid nou misschien 2 centimeter groot zijn. Dat zijn kraaltjes die gemaakt zijn van schelpen. Die zijn 75.000 jaar oud en die zijn een duidelijk teken van dat mensen zich wilden versieren, hè, dat ze sieraden wilden dragen en dat ze dus een soort van symbolisch gedrag hadden. Als je dat soort gedragingen vindt die heel verschillend zijn van alles wat je in apen en zo vindt, dan is dat eigenlijk ook een aanwijzing dat mensen complexe cultuur hadden. En dan ook een aanwijzing van taal. Maar als je nog verder teruggaat, dan heb je eigenlijk niet zoveel van dat soort aanwijzingen. Dus wat zijn er dan ook manieren dat we indirect uit fossiel bewijs of misschien op een andere manier dat iets, ons iets kan vertellen over die evolutie van spraak. En ook zijn er misschien algemene principes die we kunnen onderzoeken. Zodat we zelfs met moderne experimenten misschien nog iets kunnen leren over de evolutie van taal en spraak. En daar ga ik het vandaag over hebben. Dus ik wil eigenlijk beginnen met te laten zien hoe we iets te weten zouden kunnen komen over de evolutie van taal en spraak. Dus één manier om dat te doen is te kijken van naar onze naaste verwanten, de mensapen. Van hoe verschillen die mensapen van ons? Dus bijvoorbeeld je kunt kijken van, nou ja, we hebben hier van rechts naar links een chimpansee, een gorilla en een orang-outan en een mens. En als je de verschillen bekijkt, dan zie je van ja, die chimpansee en die orang-outan, die gorilla, die zijn allemaal harig. Ze lopen op 4 poten. De mens is niet harig, wel iets minder in elk geval. Loopt op 2 benen. Chimpansees en gorilla's en zo hebben geen taal en de mens heeft wel taal. En dat is natuurlijk heel erg oppervlakkig. Misschien kunnen we nog iets gedetailleerder kijken. Nou, dat kunnen we. We kunnen kijken van ja, wat zit er nou precies in dat spraakkanaal van die mensen en van die chimpansees. En hier hebben we dus 3 halve hoofden. Voor uw rechter 2, dat zijn scans van een mens en een chimpansee. En dat is een preparaat van een jonge gorilla. De mens is trouwens een scan van mijn collega Tecumseh Fitch, die ook een hele bekende onderzoeker is op dit gebied. Die heeft zijn eigen hoofd gescand. En als je daarnaar kijkt, dan zie je eigenlijk een aantal verschillen met het spraakkanaal van de chimpansee. Dus als je hier zit de even kijken, kunnen jullie het pijltje zien? Ja, hier zit de mond. Dit is de tong van de chimpansee. En hier zitten de stembanden. Oké, als je naar de mens kijkt, dit is de tong. En die stembanden, die zitten een heel stuk lager. Wat je ook ziet, is die tong is veel ronder. En de tong hier is plat. En datzelfde geldt, nog sterkere mate, voor de gorilla. En er zit hier nog iets geheimzinnigs. Dus je hebt hier de luchtpijp. En hiervoor, bij de chimpansee, zit nog iets. Dat is de keelzak. Daar ga ik het zo over hebben. Wat die doet en wat het effect daarvan is op spraak. Dat hebben mensen niet. Dus er zijn een aantal verschillen in het spraakkanaal die we vinden tussen mensen en chimpansees en die misschien iets met taal en spraak te maken hebben en die geëvolueerd zijn in de loop der miljoenen jaren. Dus ongeveer 7 miljoen jaar geleden, schatten we, leefde de laatste gemeenschappelijke voorouder van de chimpansee en de moderne mens. En in die tussentijd zijn die uit elkaar gegroeid. Die voorouders, daar kunnen we natuurlijk ook iets mee. En zo kunnen we ook gaan kijken naar de fossielen die we hebben van onze voorouders. En hier hebben we dus weer de 4 usual suspects in deze materie. Helemaal rechts sta ik weer als vertegenwoordiger van de moderne mens. Links daarvan staan de Neandertalers. Dat zijn eigenlijk onze
dichtbijzijnde neven, die ongeveer 400.000-500.000 jaar geleden leefden, de laatste gemeenschappelijke voorouders van de Neandertalers en de moderne mens. En sindsdien zijn we uit elkaar gegroeid en sindsdien is ook de Neandertaler 30.000 jaar geleden, 28.000 jaar geleden uitgestorven. Als we verder teruggaan, komen we deze knappe kerel tegen, de Homo erectus, die ongeveer 1,5 miljoen jaar geleden leefde en qua postuur heel erg op ons leek, alleen zijn brein was een stuk kleiner. Hè? Ongeveer de helft van wat wij hadden. En als je nog langer teruggaat, dan komen we deze dame tegen. Dat is Lucy, vertegenwoordiger van de Australopithecus afarensis, die ongeveer 3,5 miljoen jaar geleden leefde. En die, deze zullen we nog terugkomen in de loop van het verhaal. Maar als je hier naar kijkt, dan zie je prachtige plaatjes eigenlijk, hè? Dus je ziet een standbeeld van de Neandertalers en een standbeeld van Lucy en een computerbeeld van de Turkana Boy. Maar als je echt gaat kijken naar de fossielen, dan heb je zoiets. Hè? Dan heb je, dus de Turkana Boy, dat was een heel compleet skelet. Dat is echt heel uitzonderlijk dat je zoiets zou vinden. Lucy is een ander voorbeeld van een heel compleet skelet. Maar je ziet al dat er toch een behoorlijk deel van ontbreekt. Wat gebruikelijker is, is dat je fragmenten vindt. En als je erover nadenkt, alle fossiele resten die we hebben van alle menselijke voorouders, en de Homo sapiens laten we dan even buiten beschouwing, dat past in een tamelijk bescheiden bezemkast. Oké? Okay? Dus dat is niet heel veel, dat is niet heel veel materiaal. En daar moeten we ons op baseren. Nou, wat voor materiaal hebben we nu dat ons kan helpen iets te vertellen over de evolutie van spraak? Normaal gezien zou je zeggen, ja, het spraakkanaal, dat is allemaal zacht weefsel. Hè? Die tong, die luchtpijp, dat is kraakbeen, dat vergaat allemaal. Wat overblijft zijn botten. Maar gelukkig zit er één piepklein botje in ons spraakkanaal. Dat is het tongbot. Het tongbeen moet ik eigenlijk zeggen. Ik zeg altijd tongbot, maar ik moet eigenlijk tongbeen zeggen. Het tongbeen. Het tongbeen is een hoefijzervormig botje dat zo hier boven je strottenhoofd zit. En waar bovenaan de spieren van je tong vastzitten en onderaan zitten de spieren die naar je strottenhoofd leiden. En dat botje, dat is een belangrijke functie is daarvan, is om die boel daar allemaal netjes open te houden en zo. Als je de tongbotten van mensen, hier, hè, dat is echt een mooi hoefijzervormig botje. En wat de bovenkant hier is, dat is de voorkant. En je ziet ze hier van onderen. Hè, dus als ik mijn hoofd zo zou leggen, dan zou je precies zo tegen mijn tongbot aankijken. Dus je kijkt naar van de onderkant en de bovenkant is de voorkant. Oké? En dat, bij de mens is dat precies hoefijzervormig, hè, met een mooie vlakke voorkant. Bij de chimpansee en de gorilla zit er een soort van bolletje aan de voorkant. Nou kun je afvragen, hoe zag dat tongbot eruit bij Neandertalers? Of hoe zag dat tongbot eruit bij Homo erectussen? Of hoe zag dat tongbot eruit bij Australopithici? Neandertalers hadden zo'n tongbot. Precies hetzelfde eigenlijk als ons tongbot. Australopithici, dat is hier, helaas hebben we daar eigenlijk alleen maar die voorkant van. Maar dat is precies zo'n bolletje als dat we bij chimpansees vinden. Van Homo erectussen hebben we geen tongbotten, helaas. En de totale hoeveelheid fossiele tongbotten die wij hebben, als ik een borstzak had gehad in dit overhemd, dan hadden ze daarin gepast. Oké? Okay? Dat is de hoeveelheid fossiel materiaal dat we hierover hebben. Dus we hebben 3 van Neandertalers, 1 van Australopithecus en nog 1 van een wat eerdere Neandertaler. Oké? Okay? Wat is nou het belang van die tongbotten? Nou, daar komen we terug op die keelzakken die ik net genoemd heb. Die keelzakken, dat zijn grote volumes, hè, die
op de borst liggen van die mensapen. En die eigenlijk die verbonden zijn met het spraakkanaal. En mensapen hebben allemaal zo'n keelzak. Moderne mensen hebben dat niet. Geen keelzak. Als je dat driedimensionaal tekent voor een chimpansee, dan ziet dat er dus ongeveer zo uit. Je hebt die keelzakken, die liggen op de borst. Dan heb je een verbindingsstuk dat naar het strottenhoofd gaat. En dat zit dan zo vast verbonden met dat strottenhoofd. En dat bolletje dat jullie net gezien hebben aan dat tongbot, dat bolvormige dingetje dat je bij apen dus tegenkomt, dat houdt de toegang naar die keelzak open. Dus kunnen we de conclusie trekken dat die Australopithecus die 3 miljoen jaar geleden leefde, die had nog een keelzak. Maar die Neandertaler en die laatste gemeenschappelijke voorouder van de Neandertaler en de moderne mens, die had niet zo'n bolletje, dus die had ook geen keelzak meer. Dus we hebben op die manier iets geleerd door naar die fossielen te kijken en naar die apen over hoe het spraakkanaal van onze voorouders eruit zag. Maar we hebben nog niet de vraag, nog niet eens daarover begonnen na te denken over wat dit nou precies met spraak te maken heeft. Oké, ze zijn verbonden met het spraakkanaal, maar wat betekent dat? En dat is iets wat ik dus uitgezocht heb. Ik ben gaan kijken naar hoe ik met behulp van fysica, hè, akoestiek enzovoort, het effect van zo'n keelzak kon begrijpen. Dus ik heb daar computermodellen van gemaakt, gewoon met gebruik makend van standaard methoden uit de akoestiek, hè, de alle natuurkundige technieken die al lang sinds de jaren 60 bestaan om het spraakkanaal mee te begrijpen, maar die nog nooit hierop toegepast waren. En ik heb ook gewoon simpelweg met lijm en perspex buizen heb ik modelletjes gemaakt van het spraakkanaal. Zonder keelzak en met keelzak. Zo'n keelzak die je er gewoon aan vast kan maken. Op die manier kun je erachter komen wat het akoestische effect van zo'n keelzak zou zijn. Dus je kunt taalkundigen, als ze een klank moeten beschrijven, bijvoorbeeld een A, dan als je wil samenvatten wat de essentie is van zo'n klank, dan blijkt het dat als je zeg maar de frequenties in zo'n klank, de tonen die daarin zitten, uitzet tegen de energie die in die tonen zit, dan blijkt dat daar een aantal pieken in zitten. En bij een A heb je een piek rond 700 hertz en je hebt een piek rond 1200 hertz en dan heb je nog een aantal hogere pieken. En zo heb je voor elke klinker heb je een aantal tweetal frequenties waarmee je eigenlijk die klinker zo goed als gekarakteriseerd hebt. Formanten noemen we dat. Pardon? Formanten. F-O-R-M-A-N-T. Formant. Dus ze vormen eigenlijk de klinkers, die frequenties. En dat is dus als je gewoon een spraakkanaal hebt. Wat gebeurt er nou als je een keelzak hangt aan zo'n spraakkanaal? Dan zie je dat je krijgt een piek bij de lage frequentie. Dat is de resonantie van die keelzak, want dat is een grote holte met een groot volume. Dus dat geeft een laag geluid, boem. En de bestaande pieken die schuiven wat naar boven en die schuiven ook wat dichter naar elkaar toe. Dus er heeft een heel duidelijk effect, dat geldt ook als je datzelfde doet voor andere klinkers, heb je hetzelfde effect, je krijgt een lage frequentie erbij en de bestaande pieken die schuiven omhoog en die schuiven dichter naar elkaar toe. Nou, wat betekent dat als je ernaar gaat luisteren? Wat beter dan dat even voor jullie na te spelen? Dus als je... Dit zijn dus kunstmatig gemaakte klanken. Het zijn dus geen echte klanken. Het zijn klanken die ik met de computer gemaakt heb. En dan moet ik even kijken of ik dat zonder
kleerscheuren, afkast. Dit is dus zonder keelzak. Ah, te laat. Ah. Nou, klonk dat als een... Wat? Wat? Redelijk, toch? A en E. Nou, oké. Hang je daar een keelzak aan? Het verschil is niet spectaculair, maar toch. A. A. En? Zonder? Met. Dus je hoort, het klinkt wat doffer. Oké? Het verschil is niet enorm. Meer nasaal. Meer nasaal, dat klopt. Het is niet nasaal, hè, dus er zit geen neusholte aan vast. Maar het akoestisch effect van die keelzakken is vergelijkbaar, maar niet precies hetzelfde als nasalisatie. Hè. Dat is een heel goed opgemerkt. Als je mensen... En dus ik heb mensen uitgenodigd om in mijn laboratorium naar deze dingen te laten horen, te laten luisteren. Maar ik wilde dus weten welke van die klanken, hè, of die minder makkelijk van elkaar te onderscheiden waren, die klanken met keelzak dan zonder keelzak. Dus ik heb mensen, wil die mensen pesten, dus ze moesten zeggen van is het een A of een E? Oké? En als ze het goed deden, dan deed ik meer ruis bij het signaal. En als ze het fout deden, dan kregen ze wat minder ruis. Totdat ze zeg maar ongeveer de helft van het goed en de helft fout deden. Heel frustrerend, want hoe beter je het doet, hoe beter je luistert, hoe moeilijker het wordt. Maar op die manier kun je dus meten bij hoeveel ruis mensen het verschil nog wel en niet meer kunnen horen. En blijkt dus dat als er geen keelzak is, dat mensen dus een lagere ruisdrempel hebben, dus meer... minder signaal nodig hebben om het nog te kunnen horen. Dus eigenlijk kunnen ze het meer ruis tolereren dan als er wel een keelzak is. Dus dat toont aan dat zo'n keelzak slecht is voor de verstaanbaarheid van spraak. Samengevat. Een heel simpel experiment. En daar ga je natuurlijk van uit dat moderne mensen nog steeds min of meer op dezelfde manier luisteren als onze voorouders dat deden. Maar er zijn aanwijzingen dat ons gehoor relatief conservatief is. Hè? Dus nog redelijk hetzelfde als dat het miljoenen jaren geleden was. Nou, wat is hier nou de relevantie van? Keelzakken zijn slecht als jij een hoop subtiel van elkaar verschillende klanken wilt proberen te maken. Bijvoorbeeld als je ermee wilt kunnen praten, maar misschien ook als je ermee wilt kunnen zingen. Keelzakken zijn daarentegen goed als je groot en indrukwekkend en luid wil klinken. Want je hebt die extra lage frequenties erin zitten. Dus daar kun je indrukwekkend en groot mee klinken. Hè? Want hoe groter, hoe lager de frequentie. En dit... is niet, dit is iets wat ik zelf heb onderzocht. En het is een kleine aanwijzing in de richting dat Neandertalers vergelijkbare capaciteiten hadden op het gebied van het produceren van spraakklanken als wij zelf. Dus dat er minstens, laatste gemeenschappelijke voorouders van Neandertalers en ons dus ook, dus dat er minstens 400.000 jaar geleden al een soort van complexe vocale communicatie geweest moet zijn. En dat is één stukje in de puzzel. Er is nog meer bewijs dat in dezelfde richting gaat. Maar dit is mijn stukje bewijs dat ik zelf heb bijgedragen. Ik wil jullie nog iets laten zien dat ook met die keelzakken te maken heeft. Maar wat een stukje van de puzzel is dat we nog niet hebben opgelost. Dus waar we nog mee bezig zijn. Waar we nog niet precies weten van wat het betekent. Het is work in progress, als jullie willen. En dat gaat over de manier waarop wij überhaupt geluid maken. Spraak maken. Chimpansees. Nee. Begin bij het begin. Als wij praten, dan kunnen we eigenlijk twee dingen tegelijk, we kunnen van allerlei dingen tegelijk, maar er zijn twee dingen die we tegelijkertijd doen met spraak. We controleren onze stembanden die een hoop lawaai maken en we controleren de vorm van onze mond die daar vervolgens verschillende spraakklanken van maakt. Maar die twee dingen zijn onafhankelijk van elkaar. Dus als ik bijvoorbeeld
ik kan A zeggen. A, 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 A. Dus dat zijn, nou ja, ik kan niet zo goed zingen, sorry. Maar dat is dezelfde klank op verschillende toonhoogten. Maar ik kan ook A, E, I zeggen. Oké? Okay? Dat zijn verschillende klanken op dezelfde toonhoogte. Ja, precies. Dus ik kan de toonhoogte van mijn stem onafhankelijk controleren van de klanken die ik produceer. Nou, zullen jullie zeggen van, nou, pst, wat, dat is niks nieuws. Hè? En dat is ook niks nieuws, want dat is heel normaal voor mensen. Maar de vraag is, kunnen andere apen, kunnen die dat ook? Hè? En dat is dus, dat weten we niet. We weten niet goed, hè? Ik geloof dat deze niet afspeelt helaas. Oh, toch wel. Oké, dat was een opgewonden chimpansee. Ik zal hem nog een keer afspelen. Hier op dit grafiekje kun je ongeveer zien wat hij doet. Hè. Dus dit, naarmate die donkere lijnen hoger staan, is het geluid hoger. Hè. Dus je hebt een soort A-achtig en dan, nou ja, je moet maar luisteren. Oké? Nou, als je goed luistert naar wat die chimpansee hier doet, dan hoor je dat de lage klanken allemaal oe-achtig zijn en de hoge klanken zijn a-achtig. Ik heb jullie net verteld over die formanten. Hè? De oe heeft een lage formant en de a heeft een hoge eerste formant. Het lijkt erop dat die apen dus niet onafhankelijk van elkaar de hoogte van zijn stembandtrilling en de hoogte van die formanten, hè, dus de precieze klank die die produceert, kan beheersen. Dat lijkt erop, maar we weten het niet. Dat moeten we nog onderzoeken. Terugkomend op die keelzakken. Hè, nee, laat ik even een terminologie introduceren. Dat noemen we een interactie. Hè, dus er is een, bij chimpansees, dus bij mensen is er geen interactie tussen de toonhoogte van de stembanden en de klanken die we produceren, bij chimpansees lijkt die er wel te zijn. Oké? Okay? Nou lijkt het erop dat als je een keelzak aan zo'n spraakkanaal hangt, dat die interactie groter wordt, belangrijker. Dus die keelzak die beïnvloedt niet alleen maar de klank van de die beïnvloedt niet alleen maar de precieze klankkleur van wat je kan maken, maar het beïnvloedt ook fundamenteel dat je je stembanden niet meer goed onafhankelijk van je de vorm van je spraakkanaal kan controleren. En dat heeft een heel merkwaardig effect. En ik heb deze hier nog een aantal klanken gemaakt zonder keelzak. En deze zijn misschien nog net iets artificiëler, maar luister maar. Dat is een. Oké. Dus weer de A en de E. Het klinkt een beetje depressief, maar ik kon het niet heel veel vrolijker maken. Dat is zonder keelzak. Maar, en nu? Met keelzak. En je hoort, het wordt onregelmatig. Het klinkt eigenlijk meer als een geit dan als een mens. En toch is dit gemaakt. Het enige verschil tussen deze twee computermodellen is dat de onderste rij, daar zit een keelzak aan vast. En aan de bovenste rij zit geen keelzak. En het lijkt er dus echt op dat die keelzak niet alleen die klankkleur beïnvloedt, maar ook nog eens je kunt niet meer goed je stembanden zo nauwkeurig beheersen als wij dat als moderne mensen kunnen. Dus die keelzak die heeft echt op verschillende manieren negatieve invloed op om het vermogen om subtiele verschillende spraakklanken te kunnen maken. En dit is echt een onderwerp, hè, dus die stembanden, wat het effect is precies is, wat het interactie is tussen die keelzak en de stembanden, hoe dat zit bij chimpansees, dat is echt iets waar we nog verschrikkelijk weinig van afweten. Het enige artikel dat ik heb kunnen vinden over de stembanden van chimpansees is uit 1969. Dus dat is iets onontgonnen terrein. Dus dat is heel spannend. Hiermee heb ik de eerste 2/3 ongeveer van mijn lezing
afgesloten. En eigenlijk het deel dat over anatomie gaat, over het spraakkanaal. Maar er is nog iets, hè, wat we nodig hebben om te kunnen spreken. We hebben niet alleen een spraakkanaal nodig, maar we hebben ook de hersens nodig om met dat spraakkanaal iets nuttigs te kunnen doen. Hè? Dus we kunnen een gedachte-experiment doen en ons proberen voor te stellen, wat zou er nou gebeuren? Ik heb net laten zien dat een aapachtig spraakkanaal met een keelzak, dat je daar minder verschillende klanken mee kan produceren dan met een modern menselijk spraakkanaal. Maar wat zou er gebeuren? Je kunt een gedachte-experiment doen. Wat zou er gebeuren als we nou een... Nee, je kunt je dan afvragen van, is het menselijk spraakkanaal, de vorm van een spraakkanaal, het enige dat we nodig hebben? Dus wat zou er gebeuren als we dat moderne menselijke spraakkanaal, dat met zijn in theorie de mogelijkheid om allemaal verschillende klanken te produceren, wat zou er gebeuren als we dat aan een chimpanseebrein zouden hangen? He? Dus je kunt eigenlijk al aanvoelen van, waarschijnlijk zou die combinatie toch geen taal kunnen leren. Wat zou er daarentegen gebeuren als we een chimpansee-spraakkanaal zouden pakken en dat aan een modern menselijk brein zouden hangen? He? Waarschijnlijk zouden wezens met die combinatie wel degelijk een soort taal ontwikkelen, omdat we weten dat mensen in de meest onwaarschijnlijke omstandigheden taal ontwikkelen. Dus dove mensen ontwikkelen gebarentalen, mensen die doof en blind zijn ontwikkelen talen waarmee ze die via aanraking werken. Dus mensen lijken vanuit hun brein eigenlijk voornamelijk een soort automatische neiging tot taal te hebben. En daaruit moet je eigenlijk de conclusie trekken dat cognitie fundamenteel is. Dus cognitie is hetgene dat waarmee je het eerste wat je nodig hebt om taal te kunnen leren. En als je dus kijkt naar het feit dat dat er dus 500.000 jaar geleden aanpassingen waren van dat spraakkanaal. Kijk, die moeten natuurlijk ergens vandaan gekomen zijn. Dat spraakkanaal moest voor iets gebruikt worden. Hè? En dat betekent dat er ook zo lang geleden al dingen in onze hersenen gebeurd moeten zijn die ons het vermogen gaven om dat spraakkanaal op een nuttige manier te gebruiken. En dat is ook in mijn eigen werk, is er dus, ik heb mij zeg maar de afgelopen 5 jaar ongeveer bezig gehouden met het bestuderen van de anatomie van het spraakkanaal. Daar heb ik dus bepaalde conclusies uit kunnen trekken. Maar een van de dingen die ik eigenlijk geconcludeerd is dat cognitie ook primair is. Hè. Cognitie ik wil nu liever eigenlijk mij focussen op het onderzoeken van die evolutie van de cognitie voor spraak dan heel veel verder te gaan met de evolutie van het spraakkanaal zelf, alhoewel ik me daar ook nog steeds mee bezig hou. En een van de dingen waar ik naar kijk, en nou, misschien dat het iets te ingewikkeld is om deze grafiek helemaal uit te leggen, maar een van de dingen waar ik naar kijk is dat de ons vermogen wat heel anders is dan wat chimpansees kunnen doen. Wij hebben als mensen het vermogen om uit die brei klanken, hè, want spraak is niet, hè, als je dat hoort, dan hoor je daar verschillende klanken in. Maar als je daarnaar kijkt naar het signaal, dan zie je eigenlijk dat die klanken allemaal in elkaar overlopen. Dat het eigenlijk één grote brei is. En mensen, baby's, zijn in staat om heel snel orde te vinden in die brei en te leren wat de bouwstenen zijn van die spraakklanken die je hoort. Dus woorden zijn opgebouwd uit kleine bouwsteentjes, de klanken van de spraak.
En die klanken kunnen op bepaalde manieren met elkaar gecombineerd worden, zodanig dat je een woord kan maken dat eerst niet bestond, maar waarvan je wel weet dat het wel gevormd is. Dus bijvoorbeeld, mijn favoriete voorbeeld is het woord blog. Okay? Blog in het Engels, maar blog in het Nederlands werkt net zo goed. Een nieuw woord voor een nieuw begrip. Het is niet een woord dat al eerder bestond, maar het is een woord dat perfect mogelijk is in het Nederlands. Maar een woord als gebol zou niet kunnen in het Nederlands. Of glob zou dan misschien weer wel kunnen, maar glob met een b echt op het eind, dat kan niet in het Nederlands, maar wel bijvoorbeeld in het Engels. Engels kan wel een b hebben op het eind. Dus er zijn niet alleen maar... Er is niet alleen maar een set klanken die je combineert tot woorden, maar er zijn ook regels die bepalen hoe je die klanken met elkaar mag combineren. En wat ik dus wil onderzoeken is, hoe doet het brein dat? Vanuit een evolutionair perspectief. Dus samen met mensen van de Universiteit van Edinburgh ben ik bezig met het gebruiken van een nieuwe techniek, een nieuwe experimentele techniek, om uit te zoeken hoe dat soort structuur ontstaat in taal. Hoe die structuur, we noemen dat combinatorische structuur, het vermogen om al die basisklanken te combineren tot nieuwe woorden. Dat noemen we combinatorische structuur. Probeer uit te zoeken hoe dat ontstaat, hoe dat werkt. En liefst uiteindelijk ook van wat voor dingen er in ons brein zitten die ons dat vermogen geven. En daarvoor gebruik ik onder andere een nieuwe experimentele techniek. Die wordt in het Engels iterated learning genoemd. Er is niet echt nog een Nederlandse standaardvertaling voor, maar je zou het herhaald leren kunnen noemen. Ik zal laten zien hoe dat werkt. Als je normaal gezien een taalkundig experiment doet, dan nodig je mensen naar je laboratorium uit en die mensen die laat je dingen horen en vervolgens laat je ze testjes doen om te kijken wat ze geleerd hebben. Okay? Maar er zit maar één stap. Hè? Jij als experimentator bepaalt wat die mensen te horen krijgen en gaat dan vervolgens op een andere manier proberen te testen hoe ze dat of ze daar iets van geleerd hebben, wat ze geleerd hebben, welke verschillen ze kunnen horen, enzovoort. Dat herhaald leren, dat werkt anders. Dat modelleert eigenlijk culturele evolutie, taalverandering in een laboratorium. Dus waar je begint weliswaar met een set klanken die je zelf bedacht hebt, die laat je door iemand leren, die persoon laat je vervolgens die klanken nadoen, en die klanken laat je weer door iemand leren. En die laat je hem weer nadoen. En die produceert weer opnieuw klanken. En die laat je ook weer door iemand leren. Vandaar die naam herhaald leren, iterated learning. En dat is ook precies wat er natuurlijk gebeurt in het doorgeven van taal van generatie op generatie. Ja. Dat is het onderwerp van de historische taalkunde natuurlijk. Daar is heel veel, en de sociolinguïstiek, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar dat zijn allemaal observaties achteraf, als u wilt. Dus we weten wel degelijk dat taal heel snel kan veranderen. Dat kan relatief snel gaan. Het probleem is dat we dat nooit in gecontroleerde omgeving hebben gedaan. En dat kan dus wel met deze experimenten. Dat je dus mensen iets laat leren en controleert wat ze leert en dat kijkt van hoe verandert dat in een laboratorium kun je dus in een paar dagen tijd kun je dingen onderzoeken die in het echt generaties zouden kosten. Dus dat is het idee eigenlijk dat hierachter zit. En om dit soort experimenten dus in de praktijk te doen heb je een paar dingen nodig. Je hebt een set signalen nodig. Je hebt een die signalen werden in dit geval geproduceerd met een trekfluit, notabene. Ik zal zo een paar laten horen. Je hebt ook een briljante doctoraatstudente nodig, Tessa Verhoef.
die bij Groningen is afgestudeerd ook. Die experimenten voor ons wilde doen als onderdeel van haar promotieonderzoek. En je begint, en dat is helaas bovenaan een beetje onduidelijk omdat ik het wat klein heb gemaakt. Maar je begint met een set signalen die eigenlijk heel gevarieerd is. Daar zit van allerlei rare variatie in. Daar zitten hele lange, hele korte signalen in. Daar zitten dingen die wild op en neer gaan. Daar zitten dingen die in die gelijk blijven enzovoort. Die hebben we allemaal. En er zijn 12 verschillende signalen. En elke proefpersoon die in ons laboratorium komt, die leert die 12 signalen. En die moeten ze heel snel doen. Die moet dat leren. En die moet dat vervolgens imiteren. Nou, je zult zeggen, dat is heel erg moeilijk. Ja, dat is ook heel erg moeilijk. Dat is expres ook zo moeilijk. Want we willen juist dat mensen dat niet perfect kunnen leren. Want taalverandering bestaat natuurlijk alleen maar omdat mensen kleine foutjes maken in hun reproductie van taal. Als ze het perfect na zouden doen, dan zou er niks veranderen. Maar wij willen juist weten, wij willen juist die verandering onderzoeken. Dus wat die mensen, die moeten dat reproduceren. En, er is nog een dingetje dat we doen, als ze lui zouden zijn of wanhopig en zouden zeggen van ja, maar ik kan me dat niet herinneren, ik fluit gewoon 12 keer hetzelfde, dan plagen we ze een beetje, dan zeggen we van ja, ho, die fluitsignaal dat je nu net geproduceerd hebt, dat lijkt te veel op wat je al eerder hebt geproduceerd. Dus je moet ook echt 12 verschillende signalen produceren. Hè. En op die manier onderzoeken we dus of en hoe er structuur ontstaat in die signalen. Om op die manier beter te begrijpen wat er in onze hersenen gebeurt als je een set signalen leert. Nou, wat gebeurt er? Een van de dingen die we heel duidelijk zien is dat mensen bijna actief nieuwe structuur lijken te maken in die signalen. Dus je begint bijvoorbeeld, zo'n trekfluit ongeveer. Dus dat zijn twee vallende tonen, die zijn ook daarnaast, zijn ze op het grafiekje te zien. Dat is leerder in generatie 4. Dat is één van de signalen die produceerde. De persoon die na hem kwam, die had kennelijk toch moeite om alles te leren. Die zie je wel dat hij dit goed geleerd heeft, maar hij heeft iets nieuws erbij bedacht. Omdat hij kennelijk toch niet alle 12 signalen precies kon onthouden. Maar hij heeft er dus één nieuw bedacht waarbij hij deze eigenlijk gespiegeld heeft. Hij heeft precies het gespiegelde gedaan van dit signaal. En de generatie die daarna komt, die zie je dat die gaat daar nog een stapje verder in. Die heeft dus... dat is twee keer dezelfde. Dat is mijn fout. Maar hij heeft dus een vallende en een stijgende. En dan heeft hij ook nog eens... heeft hij er 3 achter elkaar. En de zevende generatie, die heeft die stijgende... die vallende, die stijgende, 3 omhoog en 3 omlaag. Dus je ziet dat mensen eigenlijk kleine strategietjes gebruiken, kleine trucjes, om meer en meer structuur in die set signalen aan te brengen. En dat zijn dingen, als je dit experiment een keer herhaalt, dan vind je dat mensen weer net iets andere strategieën gebruiken. Maar die structuur, die komt er. En mensen kunnen die structuur ook herkennen, het wordt makkelijker te leren. Dus als je gaat kijken van, wordt het nou makkelijker te leren? Dan zie je eigenlijk dat het signaal wordt makkelijker te leren. Dus mensen maken minder fouten. Tegelijkertijd, als je het meet, zie je dat de hoeveelheid combinatorische structuur toeneemt. Helaas hadden we een maat gekozen waarbij de waarde lager is als er meer structuur is. Maar de hoeveelheid structuur neemt toe. En tegelijkertijd zie je dat de bouwstenen die gebruikt worden om die signalen mee te maken, dus die basisfluitsignalen, dat die meer verschillend worden. En dat zijn eigenlijk verschijnselen die we ook in taal vinden, in moderne taal vinden. Dus het lijkt erop,
van deze experimenten, die zeg maar een allereerste stap zijn in de richting van het onderzoeken van dit soort vragen, vraagstukken van de evolutie van spraak in een laboratorium. Daar lijkt eigenlijk uit dat mensen dingen in hun brein hebben zitten die bijna rechtstreeks, we hebben een soort van aangeboren vermogen, als je wilt, om structuur te ontdekken in signalen. Die maakt het makkelijker om die signalen te leren. En als we toch moeite hebben met het leren van al die signalen, dan hebben we de neiging om daar nog meer structuur in aan te brengen. Dat zijn dingen die automatisch in ons brein zitten. Dat is, en ik ben eigenlijk nu in mijn project, waar ik nu in Brussel mee bezig ben, bezig om nog verder te onderzoeken van, ja, waar bestaat dat vermogen precies uit? Dit zijn eigenlijk maar heel, dit zijn de allereerste resultaten die op deze manier bereikt zijn met dit soort onderzoek. Hoe bedoelt u precies? Ja, we zijn in principe geïnteresseerd in zeker ook om beter te begrijpen, als je beter begrijpt wat er in die hersenen gebeurt, dan kun je misschien ook dat gebruiken uiteindelijk om mensen met afasie, dus als ze een hersenbloeding hebben gehad, dat ze een deel van hun taalvermogen verliezen, om mensen daar beter mee te helpen. Maar daarvoor begrijpen we het nog niet goed genoeg. Dus we zijn nog bij, dit staat echt in de kinderschoenen, dit soort onderzoek. Maar we zijn heel hard bezig, er zijn een hoop mensen met vergelijkbaar onderzoek ook bezig. Dus we zijn wel bezig om veel. Maar de medische toepassingen, daar moet u inderdaad nog toch een aantal jaar mee. Dat is niemand. Microfoon. Ja, ik ben bijna klaar en dan kunnen we. Oh, sorry, ik moet zelf niet te hard gaan praten nu. Ik heb een microfoon. Ik heb nog twee slides en dan kunnen we de discussie openen en dan. Perfect. Dus wat ik eigenlijk. Dit leidt meteen naar de conclusie van mijn verhaal. Dat evolutionaire vraagstukken, dus dingen over de diepe historie van het ontstaan van taal, die kunnen eigenlijk onderzocht worden met technieken die we al hebben. Dus de technieken van bijvoorbeeld de taalkunde, de fonetiek, en met behulp van nieuwe experimentele technieken zoals dat herhaald leren wat ik u net heb laten zien. We zijn daarbij tot nu toe het meest succesvol geweest natuurlijk. De meest concrete informatie hebben we kunnen. De meest concrete conclusies hebben we kunnen trekken over de evolutie van het spraakkanaal. En daar blijkt eigenlijk uit dat die adaptaties voor spraak ouder zijn dan we eigenlijk lange tijd gedacht hebben. Dus dat gaat tot 500.000 jaar terug. Dus dat is 500.000 jaar geleden, lijkt erop dat die adaptaties voor dat spraakkanaal al zo goed als aanwezig waren. En die nieuwe experimentele technieken, dat herhaald leren, die kunnen ons hopelijk helpen om ons het een en ander te vertellen over de adaptaties die in ons brein zitten. Dus die adaptaties in het brein die eigenlijk misschien nog wel belangrijker zijn en misschien zelfs nog wel ouder zijn dan die adaptaties van dat spraakkanaal zelf. Maar dat is dus onderzoek dat echt nog volledig in de kinderschoenen zit en waarvan ik jullie nu op vanavond eigenlijk een allereerste voorproefje van heb willen geven. En ik dank u voor uw aandacht. Nou, we waren al
stiekem een klein beetje met de discussie begonnen. Dus ik denk dat als er vragen zijn, dan is dit het moment. Misschien moeten we dan hier maar even beginnen, want u staat al te popelen. Nou, ik had inderdaad nog een vraag. Ik zei zo pas de medische kant van de zaak. Bij het ouder worden kan het namelijk zijn dat de spraak verandert. De spraak wordt minder helder. Ik heb zelf een persoonlijke vraag daarbij. Ik heb namelijk een respirator nodig om 's nachts te kunnen slapen. Dus mijn ademhaalsorgaan is anders geworden, platter geworden. En dat kan invloed op de spraak hebben. En daarom vroeg ik ook de vraag, is er ook een medische component? Doet u dat ook interdisciplinair? Ja. Zodat medici daar ook hun voordeel mee kunnen hebben. Ja. Nou, zeker. Dus dat is dus alles wat we zeg maar leren over de precieze functie van het spraakkanaal. En ook met name dus de functie van de stembanden. Want ik denk dat dat in het geval van zo'n respirator, die stembanden het eigenlijk het hardst te verduren krijgen. Hoe meer we daarvan begrijpen, hoe beter het ook wordt, hoe beter het ook mogelijk wordt om daar bij medisch ingrijpen rekening mee te houden. Dat wil niet zeggen dat we wonderen moeten verwachten, want het is natuurlijk altijd makkelijker om iets te beschadigen dan om iets te repareren. Maar ik heb bijvoorbeeld een collega die zich bezighoudt met modellen van het spraakkanaal ook. En die werkt voor het Nederlands Kankerinstituut. Dus die man die probeert eigenlijk modellen te maken, computermodellen, die heel erg lijken op de modellen die ik gebruik. Die kunnen voorspellen wat er gebeurt met je spraak op het moment dat je geopereerd wordt. Als je zo'n tumor hebt en je gaat dat weghalen, dan worden er spieren en zenuwen kunnen beschadigd raken. Wat voor effect kan dat hebben? Maar die mensen die weten, en zeker als het stottenhoofdkanker is, dan worden die stembanden vaak aangetast. Maar daarvoor moet je dus precies weten hoe die stembanden werken en wat de effecten daar allemaal zijn. En op die manier, dus mijn onderzoeksvragen gaan niet echt in die richting, maar mijn computermodellen kunnen wel degelijk daar een bijdrage leveren. En hetzelfde geldt natuurlijk voor hoe beter je die hersenen begrijpt, hoe beter je ook kan controleren wat er gebeurt als je daar medische ingrepen in gaat doen. Maar nogmaals, dat is niet het doel van mijn onderzoek, maar ik zou heel graag willen dat mijn resultaten daar zeker een bijdrage aan leveren. Zeker. Misschien eventjes inventariseren wie er allemaal vragen hebben. Oké, dan gaan we een beetje zo rond. Nu de eerste vraag. De microfoon komt er zo aan. De avond werd geopend met een waarom-vraag. Waarom kunnen wij spreken? Dat is voor mij een onwetenschappelijke vraag. Mijn vraag zou zijn, waardoor kunnen wij spreken? Ik ben het met u deels eens dat het heel moeilijk is om die waarom-vraag te beantwoorden, zonder dat je in speculatie vervalt. Ik weet niet precies, waardoor is natuurlijk ook een beetje een ambiguë term. Waardoor ik hoop dat ik enigszins antwoord heb kunnen geven op in elk geval de vraag over wat er in dat spraakkanaal veranderd moet zijn. En ook een heel klein beetje een antwoord heb kunnen geven op de mysteriën die nog in het brein aanwezig zijn, die we ook nog moeten verklaren. Voordat we echt begrijpen waardoor we spraak kunnen gebruiken. Ja, maar waarom vragen zijn voor mij religieus? En per definitie onwetenschappelijk. Ik denk dat... Kijk, je kunt natuurlijk vanuit een evolutionair perspectief wel degelijk, een biologisch perspectief eigenlijk, wel degelijk een wetenschappelijke vraag stellen van wat is de evolutionaire druk geweest die ervoor heeft gezorgd dat wij als homo sapiens zijn gaan spreken en bijvoorbeeld de chimpansee niet. Dat is een waardoorvraag. Ja, nou ja, maar dan menen ik, hè, maar ja, maar je kunt een eind komen met toch een verklaring geven, een context schetsen waarin die spraak ontwikkeld is. Maar of je dat waarom of waardoor noemt, daar wil ik nu eigenlijk, dat wordt te veel een discussie over terminologie, vrees ik. En dat is niet mijn sterkste punt. Moment, er komt een...
Ik zou eigenlijk over 14 dagen pas komen. Jos heeft mij overtuigd om hier vanavond mee te gaan. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Want over 14 dagen heb ik in mijn hoofd dat er een relatie is tussen taal, schrift en landbouw bijvoorbeeld. Dus wat we doen. Ja. Dat zou hier ook het geval kunnen zijn, maar misschien heel moeilijk te vinden. Maar... Ja, nou het probleem is niet zozeer het verzinnen van redenen waarom wij taal zouden hebben. Maar het probleem zit hem vooral in het vinden van bewijs onderbouwing van de verschillende theorieën. Dus iedere evolutionaire taalkundige... Die heeft zo'n beetje zijn favoriete theorie over waarom we taal zijn gaan, waarom wij mensen taal hebben. Het probleem zit hem vooral in om dat hard te maken. En daar, ja, ik heb al gezegd, als je kijkt naar hoe ontzettend weinig fossiel bewijs we eigenlijk hebben over die 7 miljoen jaar evolutie die ons scheidt van de chimpansee en de... Tenminste van de laatste gemeenschappelijke voorouder met de chimpansee. Ja, daar kun je maar... Er is gewoon informatie verloren gegaan. Dus er zijn ook bepaalde vragen die we nooit zullen kunnen beantwoorden... over de evolutie van taal en cognitie. Oké, achteraan daar. Nee, sla ik even over. Dan ga je maar... Verder niks onaardigs, maar dan kunnen we even deze cirkel maken. Ben ik te verstaan zo? Goed voor de mond houden, ja. Meneer de Boer, ik had even een vraag. U had het over dat kinderen uit die brei van klanken, dat ze er iets uit opmaakten. En we kunnen zelf spreken. Nu is het taalcentrum Broca in ons hoofd. Dat lijken me eigenlijk twee verschillende dingen. Heeft u ook MRI-onderzoek gedaan waaruit dat blijkt? Dat het... begrijpen uit die hele brei van klanken en woorden dat we daar structuren aanbrengen en het zelf spreken. Dat lijken me twee losse stukken eigenlijk. En werkt het in het Broca-centrum ook op die manier? Dat was mijn vraag. Ik moet meteen zeggen dat ik zelf nooit fMRI-onderzoek heb gedaan. Ik lees die literatuur natuurlijk wel. Zo langzamerhand zijn daar hele interessante resultaten die toch redelijk gedetailleerd laten zien hoe dat hele circuit in elkaar zit. Hè? Dat er dus, maar dat blijkt allemaal eigenlijk een stuk complexer te zijn dan we lange tijd dachten. Hè? Dus je hebt inderdaad Broca's area en Wernicke's area die altijd geassocieerd zijn met de productie en de perceptie. Maar dat lijkt allemaal een stuk ingewikkelder en het lijkt veel meer overlap te zijn. En bovendien lijken er, die gebieden zijn met elkaar verbonden, maar die lijken op twee verschillende manieren met elkaar verbonden te zijn. En de ene is meer, met de semantiek, dus de betekenis te maken. En de ander heeft meer met de structuur van de klanken te maken. Dus het is een vrij complex verhaal, maar die mannen en vrouwen die dat fMRI-onderzoek doen, die weten ook steeds meer gegevens daarover te vinden. Maar, ik moet er meteen ook bij zeggen, dat is alleen maar het moderne menselijke brein. Er is nog niemand die erin geslaagd is om fMRI-opname te maken van apen. Ja, ik bedoel, een aap, stel je voor, een chimpansee in zo'n MRI-machine, die zou volkomen overspannen raken. Hè? Die raakt daar enorm gestrest door. Telefoon. Telefoon, ja. Volgende vraag, denk ik. Is voor u. Ja. Mijn vraag gaat eigenlijk over... ik meen dat het derde slide was. Over formanten. Oh ja. De A die zou dan liggen op 700 en 1200 hertz, als ik dat goed begrepen heb. En vervolgens ging je over op het spreken van toonhoogten. Ja. Nu, als je octaveert, dan liggen die frequenties dus op 1400 en 2400 hertz. En... Dus kan het niet zo zijn dat dat 700 plus 1200 hertz automatisch een A is. Dat is dus iets anders. Ja, dat klopt. Ja, dat is... Het gaat waarschijnlijk om de verhouding dan tussen... Nee. Dus je hebt twee verschillende dingen. Je hebt de frequentie waarmee de stembanden trillen. Hè, dat bij een mannelijke spreker zeg maar rond de 150, 180 hertz ligt. Vrouwelijke spreker wat hoger. En dan heb je de
formanten die eigenlijk de resonanties zijn van het spraakkanaal. Dus de punten, de frequenties waarop dat spraakkanaal geluiden versterkt of juist verzwakt. En die formanten zijn dus de punten waar het versterkt wordt. Dus als jij op 150 hertz met je stembanden een geluid maakt, dan zitten daar boventonen in op 150 hertz, op 300 hertz, op 450 hertz, 600, 750 hertz. En die 750 hertz, die valt dan zo'n beetje in die piek van die A, dus die wordt lekker versterkt. En dan heb je 900, 1050 en dan 1200 hertz. En die wordt ook nog weer eens lekker versterkt. En al die dingen die daartussen zitten, die worden minder goed versterkt. Dus zo moet je dat voorstellen. Als ik vervolgens op 200 hertz ga praten, dan heb ik 200, 400, 600 hertz, 800 hertz. Dus dat wordt een beetje versterkt. Waar was ik gebleven? 900, 1000, 1100 en dan weer... ik ga er mis in. 800, 1000 en 1200 wordt weer versterkt. Oké? Dus dat zijn de boventonen van je stembandtrilling die versterkt worden. Maar als je zingt, hè, en je gaat een octaaf omhoog, dan zijn het niet die dingen die de klankkleur bepalen, die blijven hetzelfde. Het zijn alleen die stembandtrillingen die omhoog gaan. Maar dat betekent dus wel dat als je een A een octaaf hoger zegt, dat dan ook die formanten op een hogere frequentie zich gaan afspelen. Nee, die blijven hetzelfde. Dat is juist de grap. Bij mensen. Maar je hoort toch eigenlijk alleen maar die formanten? Nee. Je hoort alles, alleen die frequenties van die formanten die worden extra versterkt. Je hoort die andere dingen ook wel. Maar 150 hertz hoor je denk ik nauwelijks als een toon. Dat hoor je jawel, als een hele diepe bromtoon. 150 hertz is dus redelijk... Dat is zelfs een redelijk hoge mannenstem. Ja. 100 hertz is een normale mannenstem. Maar hier zit dus, als ik... Het zijn allemaal A's, maar allemaal met verschillende toonhoogten. En dus hier heb je dat mijn stemkanalen heb ik hier constant gehouden, maar de toonhoogte heb ik hier veranderd. Ik kan ook de toonhoogte gelijk houden. En die formaten zitten dan nog steeds op die... Dat is de vorm van mijn stemkanaal. Ik kan ook de toonhoogte gelijk houden. A, E, O, U, I. En dan hou ik de toonhoogte gelijk, maar verander ik de vorm van mijn stemkanaal. Oké. Dat is weer een andere vorm. Oké, bedankt. Ja. Ja. Ik kan het zelf demonstreren met mijn computer natuurlijk. Oh ja. Ja. Zijn er meer vragen? Ja, gaan we deze kant. Uwiam. Dank u wel. We hebben van een oude tante een papegaai geërfd. En die, ik dacht in het begin, die zegt gewoon dingen na. Maar dat is niet zo. Die zegt heel precies op goede momenten, bijvoorbeeld 's avonds zegt hij doek erover. Ga lekker slapen, lorren en zo. Dat zegt hij op het goede moment. Dat zegt hij niet 's morgens om 11 uur. En hij zegt, is lekker als je dus iets pakt. Of als je de koelkast open doet, dan maakt hij het geluid van een plop van zo'n flesje bier wat je lostrekt. Dus ja, ja. Daar zit. Ik vroeg me af, is dat niet interessant? Dat is zeker interessant. Dat is natuurlijk ook een... mag ik vragen, wat voor soort papegaaien is het? Grijze roodstaart. Ja, grijze roodstaartpapegaaien zijn de... behoren tot de intelligentste vogelsoorten die er zijn. Raven zijn ook erg intelligente vogels, maar grijze roodstaartpapegaaien zijn echt... de intellectuelen onder de vogels. En mijn collega Irene Pepperberg heeft een... jarenlang onderzoek gedaan met een grijze roodstaartpapegaai die Alex heet. En die ze dus... Alex is overleden. Maar die kon dus de meest fantastische dingen. Die kon hem vragen van... als je 3 rode blokjes op tafel had liggen, dan kon je vragen wat voor kleur is dat? Hoeveel blokjes zijn het er? Je kon zelfs, als je rood, groen en blauwe blokjes en je had een gele blokje had je verstopt, dan kon je hem zelfs vragen welk blokje ontbreekt er? En dan zei hij geel. Het is echt ongelooflijk wat die papegaaien kunnen. En zeker als je er ze hebben een walnoot, een brein te groot van een walnoot. Dus het lijkt er zelfs op dat die papegaaien qua taalvermogen eigenlijk veel meer kunnen nog dan chimpansees. Ja, maar ik kan een kat erna doen en alles. Ja, het is... Ja, hè,
Dus dit, nee, maar dus. En hoe ze dat precies doen, dat is toch een beetje een raadsel nog. Maar daar worden dus, ik doe er zelf geen onderzoek naar, maar daar wordt Irene Pepperberg, die doet daar al jarenlang onderzoek naar. Het is alleen natuurlijk zo dat, dat een papegaai natuurlijk niet nauw met ons verwant is, hè? Niet als apen. Dus wat, ja, dus het zegt iets over dat er andere diersoorten zijn die bepaalde dingen kunnen die een beetje lijken op taal. En als je ook nadenkt over hoe papegaaien in het wild leven. Hè, die leven ook in grote groepen. En die grote groepen, ze hebben in de natuur hebben ze ook contact calls. En elke groep heeft zijn eigen contactroepen. En dat moeten ze ook kunnen leren als ze een nieuwe groep, een lid in een nieuwe groep worden. Dus in de natuur hebben ze dat vermogen ook nodig. En dat, hè, zou ons iets kunnen vertellen over, als een soort analogie, hè? Dus het is helemaal onafhankelijk van wat in mensen ons bestaat, is het geëvolueerd. Maar het kan ons wellicht iets vertellen onder welke omstandigheden een diersoort de vermogens ontwikkelt om taalachtige dingen te kunnen. En dat is misschien ook weer, komt een beetje terug op dat we misschien toch op een bepaalde manier nog wel een antwoord kunnen vinden op de waarom-vraag van taal. He? En grijze roodstaartpapegaaien, dat zijn de Einsteins van de vogelwereld. Lezing van volgende week, die gaat daar voor een deel over. Karel de Kater, die gaat vooral zebravinken, maar ook andere vogels. Dus, U had ons al gewaarschuwd, hè, dat u spraak en taal als begrip door elkaar gebruikt. Dat deed u in de lezing inderdaad, hè? Nee, maar daar stond ook language en ik had speech verwacht. Ah, oké. Okay. Maar is er een verschil of zegt u in feite nou u onderzoekt klanken en eigenlijk niet betekenissen? Nee, dat klopt. Dus ik kijk echt naar het signaal en ik moet mij ook altijd, en het is, ik moet mij ook altijd, of niet altijd, maar soms verdedigen tegen dat ik gebarentaal verwaarloos. Hè? Omdat, ik heb het alleen maar over klanken. Maar het is natuurlijk perfect mogelijk om een volstrekt rijke, volledige, moderne taal te hebben met alleen maar gebaren. Dus klank is niet een noodzakelijke voorwaarde om taal te hebben. Dus op die manier staan de dingen een beetje los van elkaar. Binnen het evolutionaire verhaal daarentegen denk ik dat die klanken de beste manier zijn om toch iets te weten te komen over dat wat er in het verre verleden is gebeurd. Hè? Omdat die klanken het meest fysieke onderdeel van taal zijn. Dus als er dingen in het fossiele bewijs te vinden zijn, dan hebben ze iets met klanken te maken. En nou ja, die kraaltjes die ik helemaal aan het begin liet zien en die schriftdingen, die hebben iets met betekenis te maken. Maar dat zijn dingen die pas veel later, hè, dus 75.000 jaar, 100.000 jaar geleden, die ziet. Over die klanken kunnen we misschien, hè, zoals ik heb laten zien, kunnen we eigenlijk al nog iets verder teruggaan. En dat is om, juist omdat dat het fysieke deel is van taal, vind ik dat vanuit een evolutionair standpunt, hè, vanuit om die historie te weten te komen, vind ik dat de meest veelbelovende aanpak. Daarmee negeer ik dus eigenlijk een deel dat super interessant is. Of heel, hè, dat misschien zelfs wel essentieel is. Dingen als grammatica, complexe betekenis. Dat is natuurlijk allemaal, dat zijn essentiële onderdelen van taal. Maar veel moeilijker te onderzoeken vanuit een evolutionair standpunt. Hier nog een vraag. Zijn er nog meer vragen in de zaal? Is er evolutionair nog enige relatie tussen het maken van muziek, wat men ongetwijfeld gedaan heeft, en het ontwikkelen van spraak? Ja, nou, dat is een theorie die weer eigenlijk aan invloed aan het winnen is. Dus het is inderdaad een beetje mysterieus dat wij als mensen twee soorten communicatiesystemen met geluid lijken te hebben. Aan de ene kant taal, die gebruikt wordt om hele abstracte, symbolische dingen over te brengen. En aan de andere kant muziek, die gebruikt wordt om meer emotionele,
holistische. Hè? Dus het is niet op te delen in individuele betekenisjes over te brengen. Muziek is ook iets dat we bij voorkeur. Hè, dus wij zijn natuurlijk al in het Westen een beetje gewend aan het soort muziek waarbij je gaat zitten en je laat vermaken. In andere culturen, als je meer jagers-verzamelaars, maar misschien ook als je de Balkan al onder gaat of zo, dan is muziek maken iets wat je samen doet. Het is ook een typische sociale activiteit. En dat soort activiteiten. Als bioloog ga je dan meteen denken van, dat heeft vast een functie. Dus er lijkt, het is allebei vocale, het is allebei vocaal, hè, zingen, muziek en taal. Het zou allebei ook het evolutionair voordeel kunnen hebben. En het kan best zijn dat het 500.000 jaar geleden, dat het eigenlijk maar één en hetzelfde ding was. En dat dat later pas uit elkaar gegroeid is. Maar, en dat is een theorie die aan populariteit. Zelfs, ik geloof Charles Darwin was ook al een voorstander van deze theorie. Maar het punt is, hoe bewijs je het? Hoe onderzoek je het? Wat voor fossielen zou je willen vinden? Misschien een fossiel drumstel of zo, ik weet het niet. Maar, ja, er zijn fluitjes gevonden inderdaad. Hè? Dus zelfs bij Neandertalers. Maar dat is niet ouder dan 30.000 jaar. Hè? Dus, maar inderdaad. Nee, de fossiele drumstel was een flauwe grap. Maar inderdaad. Muziek is wel degelijk iets wat ja, een relatie lijkt te hebben met taal. En ook evolutionair belangrijk geweest. Omdat muziek vind je ook overal over de hele wereld. Hè? Alle mensen zingen, dansen, maken muziek. Dus dat is ook weer zo'n typisch menselijk eigenschap die je ook totaal niet vindt bij mensapen. Misschien bij vogels weer wel. Die doen misschien ook wel, ik weet niet, dingen voor hun plezier. Ik weet het niet. Alright, we krijgen nog twee vragen. U stipt het al even aan het begin van uw lezing, maar ik blijf toch ook een beetje erg zitten met de discrepantie tussen dit verhaal en die van vorige week. CQ 15.000 en 500.000 jaar. Ja, ik. Daar is mee. Nou, ik heb Rick Smits, ik ken hem, ik heb hem nog nooit persoonlijk ontmoet. Ik heb hem wel op de tv gezien en op de radio gehoord en zo. En ik heb ook wat in zijn boek gebladerd. Ik moet zoveel lezen voor mijn werk dat ik niet alles kan lezen natuurlijk. En er is natuurlijk een bepaalde selectie die ik maak. Dat ik zeg van dit is interessant en dit is niet interessant. Dus ik vind het, kijk, de mensen, de wetenschappers die ik tegenkom, die zich hiermee bezighouden, die zitten allemaal, in de laatste 10, 15 jaar zijn die allemaal verschoven naar die eerdere oorsprong van taal. Misschien niet 500.000 jaar, maar toch minstens 120.000, 180.000 jaar. Ik vind het dus heel moeilijk om te begrijpen waar Rick Smits dan die 15.000 jaar weer vandaan haalt, behalve dan. En kijk, als hij nou zou zeggen 12.000 jaar met landbouw. Ja, dat zegt hij. Ja, maar 15.000 jaar zou ik moeten. Ja, oké. Okay. Dus, nou ja. 14.000. Nou ja, wie biedt er meer? Ja, maar het probleem is dat we. Wat is. Ja, ik weet het. Ik weet dat hij landbouw noemt. Kijk, als hij nou zou zeggen. 8.500 jaar geleden dat je het eerste schrift ziet ontstaan. Oké, dat is dan een concrete aanwijzing. Maar landbouw. Ja, kijk. Natuurlijk, dat is ongeveer de tijd geleden dat we echt intensief zijn gaan landbouwen. Maar voor die tijd, als je naar moderne jagers-verzamelaars kijkt, die schoffelen ook in het oerwoud af en toe. Zo hebben ze een bananenboom staan. Dat hebben ze zelf niet geplant, maar dan halen ze. Ja, dat verzorgen ze een beetje. Dus er is niet een echte revolutie geweest bij die landbouw. Dus ook dat in verband brengen met het ontstaan van taal. Ja, het is een. Dus ik kan het niet goed plaatsen. Ik zou met hem daarover moeten praten. Maar ik denk dat. Ja.
Ja, dat zou interessant idee zijn. Ja. Oké, gaan we naar de laatste vraag voor vanavond. Ja, ik had eigenlijk een vraag, maar die is eigenlijk al zo'n beetje beantwoord. Maar iets anders was dit. Kunt u iets meer in de microfoon praten? Iets dichter bij de microfoon, alsjeblieft. Is het beter zo? Ja, zeker. Zeker. Als de structuur toeneemt, gaat dan ook, loopt dat ook parallel met de bepaalde emotie? Want ik dacht ook, dus niet alleen de klanken, maar dan ook de emotie. Want tot nu toe is het alleen maar technisch. Ja, nee. Ik denk bijvoorbeeld aan de computer. Ja. Doet je daar ook onderzoek naar? Dat daar ook meer ontwikkeling in komt? Mensen die bijvoorbeeld hun spraak kwijt zijn, dat daar meer emotie in gelegd kan worden? Dan alleen maar de klank. Oké. Okay. De eentonige klank. Ja. Ik doe daar zelf geen onderzoek naar. Ik heb wel collega's die daar onderzoek naar doen. Hè, naar van hoe herken je emoties in spraak en hoe leg je ze erin. Ik denk niet, hè, dus het ontstaan van het structuur, de structuur die ik heb laten zien die in die experimenten ziet ontstaan. Ik denk niet dat dat me iets met emoties te maken heeft. Hè, dat is gewoon puur, ook in dat experiment zit niks van emotie. Dat is gewoon mensen komen in het lab, die leren die klanken, herhalen ze. We hebben daar zelfs mee in het Wetenschapsmuseum Nemo gestaan. Mensen doen dat. Daar komt niet echt iets van emotie bij kijken. Dus nee, ik doe zelf niet veel met emotie. Maar emotie is wel een interessant onderwerp. Omdat we dus in taal, dus we hebben aan de ene kant die laag van die structuur en die betekenis en wat eigenlijk relatief computationeel is. Hè, en dat breng je over. En vervolgens produceren we dat. En leggen we daar ook nog eens een laag emotie overheen. En met behulp van intonatie en klankkleur en wat dan ook. Lichaamstaal misschien ook wel. En het lijkt erop, en dat is ook vanuit evolutionair oogpunt, is dat interessant. Omdat chimpansees en apen lijken die emotionele laag ook te hebben. He, chimpansees, ze hebben weliswaar niet precies dezelfde uitdrukkingen als wij. Als een chimpansee naar je glimlacht, dan betekent dat hij gestrest is, niet dat hij blij is. Maar toch, ze drukken met hun gezichtsuitdrukking en met hun geluiden die ze maken, drukken ze ook die emoties uit. Dus die laag is eigenlijk ouder, lijkt ouder te zijn, dan taal. En toch is dat naast elkaar tegelijkertijd blijven bestaan. En dan komen we misschien ook weer een beetje terug op die muziek. Hè? Dus dat die muziek is typisch ook meer een uitdrukking van emotie. Dus misschien iets dat net iets dichter staat bij die soort emotionele klanken die een chimpansee heeft. En daar zijn dus ook theorieën over. Dus mijn collega Stephen Mithen die heeft een heel boek over geschreven. The Singing Neanderthals. Dus dat is meer speculatief. Maar dat er eerst emotionele uitdrukkingen, dan zingen. En dat is in taal veranderd. Maar nogmaals, dat is speculatie. Daar ontbreekt het bewijs een beetje voor. Maar ja, nu heb ik een heel verhaal over emotie verteld. Maar ik weet niet of dat uw vraag beantwoordt. Ik vraag eigenlijk ook, hoe staat het dan met de computer? Dus iemand die echt afhankelijk is, zijn spraak kwijt is, die wil dan, doet het via de computer. De bekende natuurkundige. Ja, Stephen Hawking. Ja. Maar dan heb je steeds maar één toon. Ja. Dus dat is natuurlijk niet zo uitnodigend voor de luisteraar. Dat klopt. Om dat aan te horen. Ja. Wordt daar ook nog ontwikkeling aan gedaan? Aan die computer? Dat daar meer menselijke emotie bij komt? Ja, ik denk de computerwetenschappers zijn bezig met dat soort vraagstukken. Maar je zit met emotie uitdrukken in kunstmatig gegenereerde spraak, dat is een heel vakgebied op zich. Maar juist voor iemand als Stephen Hawking is dat een probleem. Want hij moet dus en de tekst zou hij dan in moeten typen. Met een buisje, hij blaast dat eigenlijk. Hè. En dan moet hij ook op een of andere manier nog aan kunnen geven wat de emotie is. Ja, hè, dus er kan ook gewoon puur. Dus de computersystemen zouden dat misschien wel kunnen, maar daar zijn mensen mee bezig. Maar het pure praktische probleem van hoe kun je het en tegelijkertijd de boodschap intypen en tegelijkertijd die emotie aangeven, dat is ook een groot praktisch probleem. Oké.
Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Rest mij nog één laatste ding. Bart, hartelijk bedankt. We hebben een klein cadeautje. Dank u wel. En ja, nogmaals, hartelijk bedankt. Ja.